We staan bij de Crazy River hier in Walibi, Holland. Hoe zorgt het park ervoor dat tientallen boten tegelijkertijd veilig door de baan kunnen varen? Hoe is de lokvloem ontstaan? En wat heeft rubberslijtage te maken met deze attractie? Welkom bij Theme Park Science. Ik sta hier in de Crazy River van Walibi Holland, een van de populairste attracties in dit park. En eigenlijk ook wereldwijd, want de lokvloem is niet meer weg te denken uit de huidige pretparkindustrie. Om de oorsprong van de lokvloem te duiden, moeten we eigenlijk terug naar het jaar 1800. Toen de houtindustrie hoogtijdagen vierde in zowel Verenigde Staten als in Canada. Om het hout vanuit de hogere hoogtes naar het dal te krijgen, naar de houtzagerijen, moesten er kanalen worden aangelegd om die loks, oftewel die grote boomstammen, te vervoeren naar de houtzagerij onderaan het dal. Daarvoor werden houtconstructies gemaakt in de vorm van, eigenlijk zoals je het hier ziet, een lokvloem. Een van de langste lokvlooms ter wereld was uiteindelijk 100 kilometer lang. En je moest je nagaan dat zo'n houten constructie natuurlijk wel regelmatig onderhoud nodig had. En om dat onderhoud uit te voeren moesten de mensen ook daadwerkelijk meevaren op die lokvloem, op die houten boomstammen, om de controles te doen. Ontzettend gevaarlijk werk natuurlijk. Overigens was dit hele principe, werd uiteindelijk geadapteerd door Aerodynamics. En die maakte van dit verhaal de eerste lokvloem in Six Flags Over Texas. Terug naar nu, hier de Crazy River in Walibi, Holland. En eigenlijk gebruikt de Crazy River nog precies diezelfde techniek als die oude lokvlooms in het jaar 1800. Pure waterkracht wordt er gebruikt om de loks, de boomstammetjes, de voertuigen uiteindelijk voor te drijven. Maar je kan je natuurlijk voorstellen dat de techniek inmiddels wel veel verder is dan toen. En zo'n attractie is natuurlijk ontzettend veilig. En daarom zijn we hier in Walibi, Holland om uit te zoeken hoe dit nou allemaal veilig werkt en hoe deze lokvloem heden ten dagen functioneert. We hebben daarom een afspraak met een van de onderhoudsmensen hier in Walibi Holland. Corné, ja? Goedemorgen. Je Goedemorgen. Bent al druk bezig, zie ik. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, ik ben alvast een beetje begonnen. Want om 10 uur gaat het park natuurlijk open, hè? Dus dan moeten we weer draaien. Ja, wat is jouw functie hier binnen Walibi? Ik ben teamleider technische dienst. Ik doe eigenlijk een beetje de ploegen aansturen. Daarnaast doe ik hetzelfde werk als de monteurs, dus ik help met opstarten, controle van attracties, reparatie van attracties. En we gaan vandaag de Crazy River doen. Waar begint de controle vandaag? We beginnen in het station, zet ik de camera's aan en dan gaan we gewoon lekker een rondje lopen. Ik loop achter jou aan. Helemaal goed. Bij de eerste lifthill terechtgekomen. De boten worden hier weer uit het water gehaald door middel van de lopende band. Klopt. En wat controleer je hier? Nou, ik controleer hier de rollen. Nou, die hele lift die bestaat uit rollen, zeg maar. Nou, hier heb je een hele grote. Dus ik kijk, zeg maar, of dat de lagers in orde zijn of dat de smering ook netjes gedaan is. Omdat ik hier sta, voel ik gelijk of dat de band netjes op spanning is. En dan stak ik er doorheen. Dan is er iets mis met die bandenspanners, zeg maar. Ja, Corné, we staan inmiddels aan de bovenkant van de eerste lifthill. De boten komen hier op deze draaischijf. Spectaculair moment, want wat gebeurt hier precies? Ja, het is eigenlijk allemaal vrij simpel. De boot die rijdt de draaischijf op, komt tegen de stootdemper aan. Op de stootdemper zit een sensor. De vasthoudcilinder die komt omhoog. Dan gaat de draaischijf gaan draaien. Zodra die inderdaad de draaiplatform weer op zijn positie staat, gaat de vasthoudcilinder omlaag. En de afstootdrukcilinder die drukt hem de glijgoot weer in. De boten komen dus hier op deze draaischijf. Daarvoor is ook deze rails gemaakt, zodat de boten keurig hier komen stil te staan. En wat nog wel leuk is te vertellen is dat hierop nog een stukje rubber is gemonteerd. Waarvoor dat precies is, daar kom ik dadelijk nog wel op. Maar ook is dit hetzelfde rubber als de lopende banden. Het bijzondere van een lokvloem is dat je eigenlijk meerdere boten in de vaargeul kunt zetten. Dat betekent dus dat een blok in principe bezet is door meerdere vaartuigen.
Nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg veilig wanneer je omhoog gaat. Daarom zitten hier dus allemaal optische sensors die ook meten waar de boten zich precies bevinden op het moment dat ze omhoog gaan. En ook aan de bovenkant van de lopende band zitten natuurlijk weer sensors om zo exact de afstand op de lopende band goed te kunnen houden. Dadelijk staat hier natuurlijk water in. En wat gebeurt er nu met water op het moment dat je dat tegen een obstakel laat stromen? Ja, dan gaat het water stijgen. Daarvoor moet je ook even onze video zien van de Rapid River. Daar leggen we dat meer uit. En dat betekent dus dat het water bij een lift heel hoger komt te staan. Nou, dan kan het dus zijn dat het te hoog komt te staan. En daarom bevindt zich altijd bij zo'n obstakel nog een afvangbak. Dat bevindt zich aan deze kant. Het water stroomt hier door deze roosters hierin. Zodat het water dus wat makkelijker er langs kan stromen. En zodat het waterpeil hier op het juiste niveau blijft. Ja, de Crazy River heeft twee draaischijven, ook wel logisch natuurlijk. Want op de eerste drop gaat hij naar achter en dan moet hij natuurlijk ook weer recht worden gezet. En dat gebeurt op deze hierachter. Wat trouwens nog wel leuk is om te vertellen, is dat het water hier niet wegstroomt. Dan denk je van, wat gebeurt er dan met het water op het moment dat hier de boten omhoog gaan? Nou, er zit nog een kanaal onder deze hele draaischijf en die gaat direct naar de splashzone. Maar dit is eigenlijk best wel een interessant stuk, want hier worden de boten weer uit het water gehaald, maar het water stroomt gewoon door, direct naar de volgende splash. Aan het einde van elke dag stroomt het water van de baan weer terug de vijver in. Daarom moeten de boten elke dag ook uit het traject worden gehaald. De computer verdeelt aan het einde van de dag alle boten over het traject, waarna ze allemaal worden geparkeerd op de drie lifthills van de attractie. Zo worden de lifthills dus eigenlijk ook gebruikt als opslag in de avond. En het geeft Corné de mogelijkheid om alle boten elke ochtend grondig te kunnen controleren. De boten staan namelijk hoog en droog. Ja, en ook hier zie je weer zo'n extra geleidingsrail zitten, zodat de boten niet uit de gul kunnen varen natuurlijk. Ook wel belangrijk. We controleren nu de gul of er niks ligt en of er geen beschadigingen zitten. En wat me trouwens opvalt is dat het best wel doorveert. En het is vrij glad, dus ik concentreer even op mijn wandeling. De boten varen echt, hè? Ja, dat klopt deels inderdaad. In de meeste stukken varen ze. Dus ze rijden ook een stukje. Ja, want waarom zitten die wielen eronder? Nou, op het moment dat je zo'n glijgoot afkomt, dan maakt zo'n boot heel veel snelheid. En dan wil je hem niet gelijk in het water hebben. Dus dan hou je hem iets hoger in het water. En dan rijd je eigenlijk een stukje over dat gedeelte heen. Dan heb je ook nog zijwielen en die houden eigenlijk de boot, het voertuig, recht, precies. Onder andere in deze groot. Ja, nou klopt inderdaad. Hè. Je ziet het ook, hier loopt een mooie stalen strip. En doordat die geleidewielen aan de zijkanten erin zitten, dan komt hij ook altijd mooi netjes recht op de lift terecht. En dat is belangrijk, want hier zit ook de anti-rollback. Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt hier inderdaad de strip lopen. En ook van die mooie haken, dat mocht er iets gebeuren met die lift, wat eigenlijk niet kan. Maar mocht het toch gebeuren en de boten zouden er achteruit af willen gaan rijden, dan zit er een mooie haak onder het wiel. Die slaat zijn eigen vast in deze strip. Ja, zo'n lokvloer bestaat uit wel heel veel verschillende componenten. Maar een component waar we misschien niet zoveel aan denken, dat zijn deze rubberen matten. Die rubberen matten bevinden zich eigenlijk overal. We zagen hem al terugkomen op die draaischijf om die boten vast te zetten. We zien hem hier. Ja, rubber is eigenlijk best wel een interessant materiaal. En Jurnan, die kan daar iets meer over vertellen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Theme Park Science heb ik het grote plezier om jullie welkom te heten op de fantastische campus van de Universiteit Twente. En dat is met een hele goede reden. Ik heb namelijk een afspraak met professor Anke Bloemen. En zij is een expert op het gebied van rubbertechnologie. Zij kan ons alles vertellen over hoe je rubber maakt en hoe we de slijtage-eigenschappen van rubber kunnen onderzoeken. Nou, dat wordt ontzettend interessant. Ik heb mijn labjas meegenomen. We gaan snel die kant op. Anke, thank you for inviting us to this lab of rubber technology. Can you explain us a little bit what makes rubber such a special material? Yeah, that's the only material which is known for its elasticity. So you can stretch it, then release the stress, and then it goes back to its original shape. And where does this rubber come from? Yeah, that's a surprise. It comes from a tree, from a rubber tree. When you cut the tree, then you get some latex out of it. It looks like a milk. And then when you wait, it will coagulate and then you get a solid material, the rubber. But then probably from this material, you cannot just create a conveyor belt directly. What do we need to do in order to make a proper rubber? Yeah, it's comparable like preparing a cake. So we need the rubber as a starting material. And then we add different ingredients to it. And the most important one is the sulfur.
the sulfur that connects then the different individual polymer chains with each other and gives then really the final elasticity. We start here with the rubber itself. So this is the material where you can assume to have these polymer chains like the spaghettis inside. Okay. So that is the basis. And then we add some filler to reinforce the material. We have some additives like also oil to get a better processing behavior. And the most important one that is only supporting this, but the most important ingredient is the sulfur. And this sulfur, yeah, that is needed, what I just said, to combine these polymer chains here inside. And the other ingredients, they support this connection. And now we have all these ingredients. Shall we put it into the mixer? Yes, let's do it. Misschien wel een van de belangrijkste punten in de lokvloem, dat zijn natuurlijk de holding brakes eigenlijk. En hier zien we er weer een, ook weer van rubber gemaakt, eigenlijk een lopende band. Ja, klopt. Dat klopt inderdaad. Hoe werkt deze precies? Nou, de boten komen hier zo vanaf lift 3 hier zo aan. Ja. Nou, dan moeten ze natuurlijk de grote glijgoot af. Nou, mocht het nou zo zijn dat er nog een bootje daar zo de sensoren nog niet gepasseerd is, of hij loopt om wat voor reden dan ook vast, dan houdt de volgende boot, wordt hier dan tegengehouden en die gaat dan niet de glijgoot af. Corné, we staan aan de onderkant van die immense drop. Als je hier zo staat, dan zie je pas hoe hoog dat is. Hier komen die loks naar beneden en die komen in het water. Hier staat nog geen water. Hoe zorg je dat hier uiteindelijk water in komt? Nou, er zitten daar twee hele mooie pompen. Nou, die pompen het water uit de vijver omhoog en die pompen het zo de glijgoot in. Hoe meet je nou of dat water overal goed genoeg is? Nou, er zitten hier twee sensoren en die meten eigenlijk analoog het waterniveau. Ja. En aan de hand daarvan weten we echt exact hoe diep het water is in de glijgoot. Je moet natuurlijk weten of de boot uit de splashzone is. Na elke drop zie je deze sprieten uit het water steken. Het water staat tot ongeveer hier. De boot gaat hier overheen. Deze worden naar beneden gedrukt, waardoor de sensors worden geactiveerd. Waardoor de computer weer weet, de boot is hier voorbij, de splashzone is leeg. Uiteraard ook weer dubbel uitgevoerd, want je weet het al inmiddels bij Theme Park Science. Alles dubbel uitgevoerd, mocht er één niet werken. Hebben ze altijd nog een reserve. Aan het einde van de splashzone is de snelheid inmiddels goed genoeg om de boot weer als het ware over te geven aan de waterstroom. Dat gebeurt hier op het einde. Nu is het zo trouwens dat je wel de splash een klein beetje kunt beïnvloeden. Want hoe zwaarder het bootje is, dus hoeveel meer mensen erin zitten, hoe groter de splash. En dat heeft te maken dat er meer energie in de boot zit. Er dus meer weerstand nodig is, dus meer waterweerstand. Waardoor de splash ietsje groter wordt. Dus wil je wat natter worden, laat het bootje zo vol mogelijk. Lichte bootje, heb je wat minder last van. Corné is inmiddels bezig met de laatste check, zodat we dadelijk ook het water aan kunnen gaan zetten. Spannendste moment natuurlijk. En hij heeft even een van die voertuigen hier in de lucht getakeld. En wat we dus zien aan de onderkant van deze boot, is dat er ook nog een lap rubber zit. Dat is hetzelfde rubber als de lopende band in het station en natuurlijk de lopende banden van de liftrails. En dit rubber schuift eigenlijk over elkaar heen en zorgt dus voor een bepaalde vorm van weerstand. Nu, dit slijt enorm en om die slijtage tegen te gaan, daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Anke vertelt daar iets meer over. Anke, we have seen with these log flume rides that the rubber conveyor belts, that these are the parts that wear the most. What is causing this wear? When two solid particles are rubbering against each other, you cannot avoid that some of these small particles are rubbed off. And that is then, these particles are then released into the environment. And this causes the abrasion.
We cannot avoid this, and therefore a rubber particle cannot withstand for eternity. And this abrasive wear, is that also something we can test? Yes, exactly. That's the reason why we are standing here in front of the laboratory abrasion resistor, where we can test the abrasion of this material. How does it work? Here we will place on this rubber wheel. We have a returning disc, and then we get an idea how much abrasion we get per kilometer. So now we know how to test for the abrasive properties of rubber, but what can we do to improve these properties? Yes, what you can do is that you can vary the fillers inside. We put some solid, very small filler particles inside, like carbon black, and they spread out, they are well dispersed over the whole matrix, so that we get kind of a network inside, which gives really some power, some reinforcing behavior. And when we now offer more surface area of these very tiny particles, then we have a better contact with this spaghetti, what we discussed before. But once you know how to do this after all your research, don't you end up with the perfect rubber? Yes, that would be the high goal. But unfortunately, we still not have a fully sustainable rubber. And that is now where we are heading currently for, that we have a rubber which is based only on bio-based material. Fantastic. Thank you very much for showing your lab today. Yes, you were very welcome. Thank you. Corné, die zei net aan de onderkant van die skimhout dat de boot wordt tegengehouden, zodat die ook heel mooi rechtdoor blijft varen. Dit zijn de rubberen zijkanten waarmee de boot zich als het ware klemt aan de onderkant van de skimhout. Nadat alle checks zijn uitgevoerd, dan mag de attractie eindelijk open. Maar niet voordat we natuurlijk een aantal testrondjes hebben gevaren. Want ja, we moeten wel kijken of de attractie nat genoeg is. Ik heb een nat pak, dus dat betekent dat hij werkt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik zie dat je een mooi testritje gemaakt hebt. Maar hij is inmiddels goedgekeurd. Hij is helemaal goedgekeurd, ja. Het heeft best wel veel componenten, hè, zo'n lokvlum. Absoluut. Ja, je hebt liften, je hebt glijgoten, je hebt die rubbers hebben we allemaal gezien. We hebben de boten van top tot teen gecontroleerd. We hebben echt alles gedaan. Ja, en dan ook nog dat rubber wat dan op die draaischijf stop zit om die boot weer vast te zetten. Het is eigenlijk een onwaarschijnlijk simpele attractie, maar met heel veel techniek. En alles is dubbel uitgevoerd. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dankjewel in ieder geval voor deze rondleiding. Graag gedaan. Ik heb ontzettend genoten. Veel geleerd vandaag. En vond jij dit nou een leuk video? Check dan ook onze andere video's. We hebben video's gemaakt over wildwaterbanen, over glijbanen, over heel veel waterattracties, maar ook nog veel meer. Ook hier in Walibi Holland over het opwarmen van achtbanen. Maar hoe dat precies zit, check dan even onze video's hier ergens in de linkje in de omschrijving. Walibi, dankjewel en tot de volgende video. Hoi hoi.